De eerste bitcoin-transactie werd uitgevoerd in 2009. Rond deze tijd was het lang niet zo populair als nu. Voor sommige mensen is het nog onduidelijk wat de cryptowereld inhoudt en of dit wel veilig is. Vandaag gaan we in gesprek met Ruben en leren we alles over veilig traden via een offline device. Wat is een cryptomunt? Wel, ik denk dat het best is om te kijken van wat is een digitale munt en wat is dan een cryptomunt. Een digitale munt wordt typisch uitgegeven door een vertrouwde derde partij, zoals een overheid, een bank. En zij hebben dus eigenlijk de volledige zeggenschap over, is een transactie, heeft die echt plaatsgevonden of niet. Bij cryptomunten is het volledig andere filosofie, namelijk vertrouw niemand en vertrouw enkel op de wiskunde die dat eigenlijk de transacties kan gaan vastleggen, voor eeuwig en altijd. Vandaar ook cryptografie is meestal onderliggend, quasi altijd, onder een cryptomunt. En je hebt daar dus ook geen trusted third party, je hebt gewoon het netwerk dat de transacties valideert. Wel, als we nu kijken naar de groei van de cryptomunten, Bitcoin is een hele mooie proxy natuurlijk, die is minstens maal 10 gegaan in de laatste 12 maanden. En wat je ook nog naar kunt kijken bijvoorbeeld, zijn andere zaken zoals, vroeger was crypto iets voor retailbeleggers, nu is crypto sinds eind vorig jaar, Tesla is erop gesprongen met Elon Musk. Vele grote institutionele beleggers zijn erop ingesprongen. Dus echt de B2B-kant is nu ook mee. Zelfs nog een klein beetje, maar de volledige meute van bedrijven moeten nog volgen. En het is dus ongelooflijk veelbelovend voor de prijs en de verdere groei ook nog eens van de cryptomunten. Het toestel is niet enkel offline en dus onbereikbaar voor hackers. Het heeft ook als enige financiële oplossing in de wereld het hoogste veiligheidscertificaat, EAL7. Hoger zelfs dan de veiligste bankplatformen. Wat is het voordeel van een offline portefeuille? Alles wat online is, kan aangevallen worden door online hackers. Dat is een van de grootste problematieken voor de komende decennia. En crypto is misschien ook de ergste van allemaal. Hè. Op jaarbasis worden er miljarden gestolen van crypto portefeuilles. En bij NGRAVE, aangezien dat wij offline zijn, kan je als hacker geen connectie maken met onze oplossing. Laat staan de sleutels gaan stelen. Dus hoe kan je nu met een offline wallet online zaken kopen? Wel, dat is eigenlijk het mooie aan de oplossing. Stel je wilt met Bitcoin een andere munt kopen op een platform. Je moet gewoon een transactie initiëren. Je maakt daar een QR-code van. Je toont die aan je offline device. Deze tekent die met de geheime sleutel. QR-code, die wordt gelezen door je app en die wordt dan gestuurd naar het netwerk. Al een wallet hebt vandaag en je wilt je munten naar NGRAVE overzetten, dan zijn er een paar mogelijkheden. Eén, je stuurt gewoon van de bestaande adressen die je hebt naar de nieuwe adressen op NGRAVE al je crypto over. Of je kan zelfs de sleutel die je ergens anders hebt gemaakt importeren via ons toestel. De NGRAVE-oplossing bestaat uit 3 delen. Dus we hebben eigenlijk een offline wallet die wij Zero noemen. We hebben een app die wij Liquid noemen en een oplossing die dat de backup vertegenwoordigt voor jouw sleutel, indien je die kwijt zou spelen. Dus de echte backup voor je sleutel, en die noemen wij GRAPHENE. Het wordt alvast spannend om verder op te volgen hoe deze disruptieve Belgische innovatie verder zal gaan groeien. Het NGRAVE-team heeft alvast wereldwijde ambities.